Adrie, je hebt een trainingsmaand achter de rug. Hoe ga jij de ladies tour in? Voorbereid, maar we hebben nog Ploué natuurlijk te gaan. Dus Ploué is nog even aftasten hoe we ervoor staan. Maar ik denk dat ik met, ik ga ervan uit dat ik heel goed voorbereid de Hollandse Ladies Tour ingaat. Ja. Ben jij dan ook echt de sprinter bij jullie in het team dit keer? Het is een beetje om het even met Lissy, maar meestal gaat dat gewoon in overleg onderling wie die dag sprint of niet. Maar als je kijkt, als je goed hebt opgelet bij de presentatie van ons lezen, is de laatste dag gewoon heel zwaar. Dus ik denk, de etappes gaan waarschijnlijk vaak om de sprint, maar de laatste dag gaat natuurlijk niet om de sprint. Ja. Dus de eerste dag iets heel apart met een strook erin met steentjes, et cetera. Ja. Ja. Wat verwacht je daarvan? Nou, ik hoop dat we gewoon heel veel geluk hebben. Want je kan daar natuurlijk al achterraken in het klassement. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je gewoon heel veel geluk hebt en dat je niet lek rijdt. En dat je in ieder geval wel gewoon kan handhaven voorin. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is de eerste dag. Oké. Okay. Ja. En is de ladies toegeslaagd? Als ik een goed klassement heb gereden, ja.